Het zit daar zo. Ik had vroeger had ik heel veel vrienden. Maar nou niet meer zo. Vanwege het zij hadden gezicht van dat de irritatiegrens bereikt was. Ja, want vroeger die ging ik met mijn vrienden. Gingen wij altijd naar hetzelfde café en zo. Maar nu zijn zij naar het andere café gegaan. En dan willen ze mij niet zeggen wat dat is. Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg hoor. Nee, want nou heb ik veel meer tijd voor andere dingen te doen en zo. Net als bijvoorbeeld laatst was ik naar het bioscoop geweest. En had ik een hele mooie film gezien. En dat was, Schindler's List heette die. Ja, maar die is mooi hoor. Ja, dat is echt waar. Het is een hele mooie, belangrijke film. Want kijk, de mensen praten altijd wel over de Joden en zo. Terwijl nou, die Duitsers, dat waren ook geen lievertjes hoor. Maar wat ik het mooiste vind om te doen, dat vind ik zo mooi, man. Dat vind ik het mooiste wat er is. Dus echt waar, dat vind ik om in de Bijbel te lezen, de Bijbel. Dus een heel mooi dik boek. En dit is, ik zal even, en de mensen die niet precies weten waar dat de Bijbel over gaat, zal ik ongeveer even uitleggen. Je weet zo, was dan in het begin van de wereld, toen was er nog helemaal niks. Alleen een soort van jeugdboerderij met twee mensen, Mozes en Alibaba. Maar die hadden van een giftige appel gegeten en toen waren ze in slaap gevallen. En toen was het keihard gaan regenen en zo hard dat de dieren van de boerderij bijna verdronken waren. Maar toen had Jezus dat water veranderd in rode wijn en toen was het een rode zee geworden en die ging uit elkaar. En toen had de ene helft de walvis opgesopen en de andere helft Jonas de doper. Ja, maar die Jonas de doper, die had zoveel gesopen, die was helemaal dronken geworden. Ja, en toen ging hij zo, de mensen zo nat gooien met water. Ja, dat de mensen ook zeiden van, nou, schijn nou eens dit uit, want die werd nat gooien met water. Ja, en dat was ook terecht. Maar toen wou die niet ophouden en toen zei ze, nou is het mooi. En toen heb ze zo'n vrouw, Delilah, heb al zijn haren afgeknipt en een hanenkam gemaakt en toen moest hij drie keer kraaien. Ja. Ja, maar toen wou hij nog steeds niet ophouden. En toen zei ze, nou is het echt mooi geweest. En toen hebben ze zijn hoofd zo aan zijn kruis gespijkerd zo. En dat is heel erg. Maar gelukkig kwamen er toen net op tijd drie wijven uit het oosten. En die hadden... En die hadden broodkruimels gestrooid om de weg niet kwijt te raken. Maar... Toen had Jezus die broodkruimels in vissen veranderd. En toen zei hij tegen die vissen, sta op en loop. Ja, wisten die wijven helemaal niet meer met deze gedaan kwamen. En heeft die hele nacht in de stal moeten slapen. En dat was ook van Maria. Maria die was zwanger geworden. Maar niet van haar man Jovels. Maar zij was van de heilige bekoringen gevangen, was zij. Ja. Ja, terwijl dat haar man Joost, die dacht van dat zij zwanger was van de bemachtige Amerikaan. Want die zong altijd zo van Maria, I'll never stop saying Maria. En dat was van de musical Jesus Christ Superman. En toen was iedereen helemaal in de war en zo. En dus die baby die werd geboren en die hebben ze toen met een mandje met bek en veren zo, huppakee, in de sloot gekiept. Ja, en er waren de koeien zo erg geschrokken dat ze 7 jaar lang geen melk konden geven. Ja. En dat was heel erg. En er was ook van dat de koeien 7 jaar lang geen melk konden geven. En dat was, ja. Ja, en toen dachten de Romeinen van, oh, dan kennen we nou het hele land wel veroveren. Maar dat was het niet zo. Want er was één klein dorpje wat dapper wist dan bleef hier aan de Romeinse overheersers. Ja, maar die hadden een toverdrank met 1000 zure bommen en granalen. En dat had professor Barabbas gemaakt. Maar die zat in de gevangenis. En toen riepen de mensen, Barabbas vrij, Barabbas vrij. Maar toen moest eerst iemand anders in de gevangenis. En toen was keizer Pilatus zo zijn handen in het wassen. Maar toen ging Jezus met zijn smerige poten over het water heen lopen. Ja, en toen zeiden ze, nou is het mooi geweest. En toen hebben ze hem gekruisigd. Ja. Dat is allemaal in de Jordaan gebeurd. Ja. Nee, maar dit is... Nee, maar dit is helemaal niet voor te lachen. Nee. Nee, het,
als dat je zelf aan een kruis zou hangen, zou je dan ook nog lachen? Nee, nou zijn ze stil, ja. Dit is helemaal niet leuk. Nee, dan hang je daar helemaal alleen en je krijgt jeuk, wat dan? Ja. Of dat je naast iemand hangt die alleen maar over voetbal kan praten de hele dag. Ja. Ja. Tussen twee Limburgers in. En het staat ook in de 12 geboden van dat als dat gij merkt dat dat de mensen spotten, moet gij de mensen kastijden met een brandende braamstruik. Ja. Maar dat is symbolisch en dat weet ik ook wel. Dat mogen best andere houtsoorten zijn als dat beter uit. Ja, maar ik zeg altijd zo van, Jezus is een goede vent, staat je hem wat beter kent, heeft veel voor ons gedaan, heeft zijn eigen aan het kruis laten slaan, en daarom zeg ik altijd, Jezus, bedankt. Zullen we dat één keer zeggen, met z'n allen? Denk, tel ik tot drie zeggen we, Jezus, bedankt. 1, 2, 3. Jezus, bedankt. Dat zal hij leuk vinden.